allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ja, weer een nieuwe week. Ik heb vandaag officieel met de klas maar één les en dat is acteurstraining. Daar begin ik mee om 9:15 en dan heb ik vanmiddag nog logopedie en zangles. Maar goed, ja, het is best wel een chill dagje. Maar ik blijf wel gewoon de hele dag op school, want ik moet ook nog dingen afmaken, verslagen en dingen. Dus ja, ik ga veel doen achter mijn laptop vandaag. Ik ben wel echt van plan om dat te gaan doen, want anders ga ik echt binnenkort achterlopen. Ik moet echt eventjes een beetje doorwerken. Dus dat ga ik vandaag doen. En vanavond komen er een paar mensen bij mij eten. Dus dat is ook gezellig. Maar goed, ik ga nu naar school. Het is volgens mij echt super koud buiten. Dus daar heb ik niet zoveel zin in om de kou in te gaan. Maar goed, let's go. Dankjewel. Het is om 7:00. Ik heb mijn zusje aangemoedigd bij de tandarts. De discussies zijn weer begonnen. Wat gaan we doen vanavond? Naar de film. Nee, luistermoeder kijken. Ik ben op de bank. Ja. Kunnen we het gewoon vanavond beslissen? Dan zorg ik er gewoon voor dat ik te lang op de bank zit, zodat we niet meer naar de bioscoop kunnen. Het is in ieder geval pauze. En ja. Jullie hoeven echt niet mijn planten te wat verhaal. Ik wil best wel mijn kinderen mee naar boven. Ik kan niet meer vloggen, ik ben het afgeleid. Oké, laat ik het ook maar niet doen hier op school, want volgens mij kijkt iedereen me aan. Ik zie er echt super slecht uit, maar eerlijk gezegd kan het me echt niet schelen. Want ja, weet je, that's life. Ik zie er niet altijd leuk uit. Ik ben vanavond naar de bios geweest, naar Prodigy, heet die film zo. Een nieuwe horrorfilm in ieder geval. En ik vond het niet een hele boeiende film, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij was op zich wel oké. Het was wel leuk om te zien, ja, The Prodigy. Maar ik vond het gewoon een beetje standaard. Het was echt super voorspelbaar weer. Ja, ik weet niet. Hij was wel leuk, maar niet... Het is niet mijn favoriete horrorfilm. Absoluut niet. Maar goed, ik heb vandaag dus even wat minder gevlogd. Ik denk dat ik deze hele week even een rustig vlogje ga maken. Omdat jullie hebben nu echt al 3 weken super hysterische vlogs gezien. En ik wil gewoon deze week weer eventjes lekker een vlog waar ik gewoon lekker veel met tegen jullie praat. Ik ben waarschijnlijk ook wat meer thuis deze week. Ik ben wat minder in de avond met vrienden. Omdat we het allemaal druk hebben. Dus dan kan ik weer lekker even gewoon mijn eigen dingetjes vloggen. Dus dat vind ik wel fijn. En nu ga ik nog even editen denk ik. En dan ga ik slapen. Dus ja, let's do that. Het is vandaag dinsdag en ik moet nu even heel erg opschieten. Want ik ben nu eens even thuis geweest. Ik heb thuis gegeten. En nu ga ik weer terug naar school. Want er zijn vanavond voorstellingen op school van de vierdejaars musical theater. Dus daar ga ik kijken. Eigen werkvoorstellingen, dus solo's. En ik ben super benieuwd, maar ik moet nu wel echt even opschieten. Dus ja. Ik ben gezellig bij Ivan. Oh, jezus, wat een lawaai komt hieruit. Mijn laptop gaat kapot. We willen dus even een serie kijken. Nee, een film bedoel film ik. God, ik kan niet meer. Ja. We zijn er heen geweest. Oh ja, we zijn naar een voorstelling geweest van tweedejaars musical theater. Of tenminste de helft van de klas. Naar Creon. Van Antigone, toch? Maar, ja, ik weet niet, ja, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Griekse tragedie. Griekse tragedie, helemaal leuk. Daar gaat mijn box. Nee, man, dat was mijn telefoon. Oh. Dat was echt heel erg goed. En nu gaan we onze Valentijnsdag eindigen. Hé, jij maakt geen lawaai meer. Nee, ik zei toch, het is een vliegje. Oh ja, het is Valentijnsdag. Happy Valentine's. Happy Valentine's van deze twee single mensen. Ja, maar we hebben elkaar. Hit us up. Bel. 06. App, Tinder. We zitten op Tinder, Tinder ons. Ja. We gaan dus even een filmpje kijken. We wilden eigenlijk naar de bios, maar er draaiden geen leuke films meer, dus... Nee. Dus nu gaan we echt Netflix en... Netflix en chill op Valentijnsdag. Wow. Yes. We zijn geëindigd met de documentaire van Femke Louise. Ja. Nee. Is dat geen Valentijn? Nou, beste Valentijnsdag ever, hè? Beter kan niet. Real love. Ik begin me bijna een beetje te schamen om het feit hoe vaak jullie dit beeld van mij zien. Ik in mijn pyjama in mijn kamer. Volgens mij zien jullie dat echt letterlijk in elke week vlog. Maar dat komt ook omdat ik deze pyjama heel vaak aan heb. En heel vaak vlog als het avond is. Maar goed, ik ben dus vanavond bij Iwan geweest. En Iwan die studeert musical theater. En dat is een vriend van mij. We hebben gewoon lekker Videoland gekeken. Femke Louise documentaire, superleuk. Ik had hem nog niet gezien en hij wilde hem ook graag zien. Dus toen gingen we die kijken. En ja, het was echt heel erg gezellig. Even onze Valentijnsdag goed benut als single
mensen. Love it. Ik haat Valentijnsdag. Ik ben zo blij dat het nu weer om is. Want het slaat toch echt helemaal werkelijk nergens op. Maar goed, dat geldt voor bijna alle feestdagen. Ik bedoel, net als Moederdag en zo. Waar slaat het op? Ik bedoel, waarom moet daar een aparte dag voor zijn? Maar goed. Morgen is het alweer vrijdag. Alweer het laatste dagje. Ik blijf morgen nog wel in Tilburg. Ik ga zaterdagmiddag waarschijnlijk pas naar huis. Een beetje aan het eind van de dag. Maar ik had gewoon zin om nu even op vrijdag hier te blijven. Want het is gewoon chill. Ik wilde nog heel even tegen jullie praten over het feit dat ik op mijn vorige week vlog best wel veel reacties kreeg over het feit dat ik vaak met vrienden in de vlog ben. En dat sommige mensen dat niet chill vinden. En het idee hebben dat ik dan een heel ander persoon ben. En bla bla bla. En ik wilde dat toch heel even kort toelichten. Omdat ik daar toch best wel... Ik vind het toch best wel een dingetje. Ik geef sommigen van jullie echt wel gelijk dat mijn vlogs nu de afgelopen tijd een beetje hectisch en chaotisch waren. Dat snap ik. Zelf irriteerde ik me er niet aan. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik er middenin zit. En ik bedoel, voor mij is het allemaal superleuk. En ik kan er alleen maar om lachen. Die vlogs met mijn vrienden. En ja, maar ik snap dat het voor jullie nogal chaotisch kan zijn. En ik begrijp ook dat jullie toch liever misschien hier naar kijken. Gewoon ik lekker kletsend tegen jullie. Dat begrijp ik echt wel. Want jullie zijn het ook niet zo gewend dat ik zo super druk en vrolijk en blij ben. Maar waar ik wel een beetje mee zat is dat sommige mensen zeiden van ja, en dan ben je zo'n ander persoon en bla bla bla. En toen dacht ik van nee, ik ben geen ander persoon. Want ik ben dan niet opeens super anders. Ik bedoel, tuurlijk, als ik met vrienden ben, ben ik veel drukker. En dan ben ik misschien veel vrolijker dan als ik zo tegen jullie praat. Maar ik wil wel dat jullie weten dat ik me niet anders voordoe of zo. Ik bedoel, dat is ook gewoon een kant van mij. En die zien jullie misschien minder vaak in mijn vlogs. Maar dat is ook wie ik ben. Maar goed, in ieder geval, ik ga het een beetje verdelen. Gewoon af en toe in de vlogs dat. Maar ik merk gewoon dat jullie het fijner vinden om gewoon dit te zien. Dus ik ga het gewoon een beetje meer verdelen. Dat er niet te veel van die chaotische dingen in zitten. Want ik begrijp dat dat vervelend kan zijn. Dus ja, dat wilde ik even mededelen. En nu ga ik lekker slapen. Want ik ben moe. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb waarschijnlijk nog een beetje een ochtendstem. Want ik ben net wakker. Maar ja, ik ben dus vannacht in Tilburg gebleven. Ik ga vanmiddag wel naar huis, omdat ik morgen nog moet dansen. Bij mij thuis en, nou ja, niet bij mij thuis, maar bij mij in de buurt. Ik ga straks lunchen met Esmee, die zit bij mij op school. En misschien nog even naar school om, weet niet, te chillen of nog even wat te doen. I don't know, dat zie ik straks wel. Maar ja, ik ga nu even ontbijten, want ik heb honger. Nou, ik heb eventjes alles opgeruimd hier. Ik heb gestofzuigd, stofgezogen. Ik heb echt geen idee hoe je dat zegt, help. Nou, in ieder geval, ik heb het hele huis schoongemaakt. En ik ga zo meteen richting de stad en dan ga ik lunchen met Esmee. En ik heb pas over een uur met haar afgesproken, dus ja, ik weet niet zo goed wat ik nu ga doen. Maar ik moet ook nog een pakketje ophalen. Dus nou ja, komt goed. Ik ben inmiddels weer lekker bij mama thuis. Ik heb vandaag een heel lekker dagje gehad. Ik heb niet zoveel, nou ik heb eigenlijk niks meer gefilmd. Maar ik heb dus geluncht met Esmee. Daarna ben ik naar school gegaan. Heb ik echt niks nuttigs gedaan. Ik ben de hele middag met Kees en Dirk geweest. En uiteindelijk kwam Rick er nog bij. En die deed auditie vandaag voor Musical Theater. En daar hebben we nog even mee gechilled. En toen ben ik naar huis gegaan. En nu ben ik thuis. En ik heb vandaag in Tilburg een pakketje opgehaald. En ik wilde heel even laten zien wat daarin zat. Het was weer een pakketje van Shein. Daar mocht ik weer wat kleding uitkiezen. Ik heb 2 items gekregen die ik graag even met jullie wil delen. Ik zet de linkjes in de beschrijving. En nu doe ik het echt, want ik vergeet het heel vaak. Maar ik ga het echt doen. Maar goed, ik heb daar 2 items gekregen. Als eerste deze trui, waar ik echt mega blij mee ben. Want ja, ik weet niet. Ik wil gewoon heel graag meer sweaters. Want ja, het is niet per se de beste fashion. Maar het zit gewoon heel lekker. En ik heb gewoon graag truien aan. En
Je wordt hier gewoon blij van. En ze hadden deze echt in mega veel kleuren. Dus ik kon eigenlijk niet zo heel goed kiezen. Maar ik ben wel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Want ik vind dit echt een hele mooie kleur. Ik vind het gewoon heel fijn om dit soort truien aan te hebben. Want dat is gewoon lekker warm en lekker oversized. En daar hou ik van. Dus deze trui ben ik echt super blij mee. Linkje staat in de beschrijving. Het tweede item wat ik heb gekregen is deze trui slash shirt. Ja, het is niet echt een trui. Het is meer een shirt, want het is niet echt een hele dikke stof. Ja, deze vind ik ook heel leuk. Ik dacht eigenlijk dat hij zwart-wit gestreept was, maar hij is eigenlijk donkerblauw met wit. Maar ik vind dit super leuk. Ik vind het gewoon een heel leuk shirt. Ook leuk om misschien onder iets te dragen. Een t-shirt eroverheen of whatever. Ik vind deze gewoon heel erg leuk. En ik ga hem heel even aantrekken, want ik ben benieuwd hoe die staat. Nou, en dit is het shirt. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind hem echt super leuk. Hij valt ook heel chill. En hij is niet te oversized, ook niet te klein. Het enige wat ik wel vind is dat de mouwen best wel kort zijn. Ik bedoel, ik heb echt geen lange armen. En dit is echt super kort. Maar ja, ik vind dat persoonlijk niet heel erg. En ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. Ik hou sowieso heel erg van streepjes, dus ik word hier gewoon echt heel blij van. Ik ben hier echt heel blij mee, ja. Ik vind dit helemaal leuk. Echt heel, heel, heel erg blij mee. Zo, en dan is het nu tijd om lekker mijn bedje in te gaan. Lekker bij mama thuis, in mijn bedje. Altijd fijn. Het is toch fijn dat allebei de bedden gewoon als thuis aanvoelen. Ik ga nog niet slapen, denk ik. Ik denk dat ik nog Game of Thrones ga kijken, want daar ben ik mee begonnen. Ik ben nu 2 weken Game of Thrones aan het kijken. En ik kijk het niet echt elke dag of zo. Dus ik ben ook echt nog niet ver. Ik ben nog steeds seizoen 1, aflevering 5. Dus ik moet echt nog heel erg veel kijken. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Wel vind ik het heel ingewikkeld. Het duurt echt elke keer eventjes voordat ik het snap. Maar ik denk dat dat wel goed komt als ik langer kijk. Dus ja, ik ga lekker mijn bed in. En ik zie jullie morgen. Het is zondag en ik ga zometeen heel even mama haar haar verven. Want mama wordt grijs, hè mam? Oh, jawel. Weet je mam, je moet altijd eerlijk blijven in het leven. Je bent gewoon, ik wil niet zeggen oud, maar aan de oude kant. Nou, best wel oud. En dan word je grijs, het hoort erbij, weet je. Ja. Dat moet je ook delen in de vlog. Accepteren, maar ja. Ja, je moet het accepteren en gelukkig bestaat er nog iets als haarverf. Dus ik ga je haar verven. Ik hoop dat het mooi wordt. Anders mag je me niet slaan. Nee, ik ga haar verven. Dus dat ga ik zo even doen. Ik ga zo meteen weer lekker naar Tilburg. Ik ben hier dus echt voor 1 dagje ongeveer geweest. Maar goed. Alsnog wel fijn dat ik even hier ben geweest. Dus ja. Ik neem over 25 minuutjes de trein. En dan ga ik weer naar Tilburg. En ik heb best wel zin in. Ik ga in de trein wel even nuttige dingetjes doen. Ik moet even wat dingen voor school doen. Dus dat ga ik in de trein doen. Dus dat is goed van mij. Ik zie er echt oprecht uit als een kind van 4 met deze vlechtjes. Maar goed, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben weer in Tilburg. Ik heb net heel even aan school gewerkt. Ik zou dat in de trein doen, maar dat heb ik niet in de trein gedaan. Maar ik heb nog wel aan school gewerkt, dus ik ben blij. Ik heb wel gedaan wat ik wilde. Dus ja, ik ga nu lekker mijn bedje in. Ga ik denk ik nog heel even wat kijken. Misschien ga ik De Luizenmoeder terugkijken. Maar ik was ook vandaag met een film bezig. Dus misschien dat ik die nog even afkijk. Ik weet het nog niet. Ga ik nu even bekijken. En dan ga ik lekker slapen. Want morgen begint weer een nieuwe week. Waar ik echt best wel veel zin in heb. Ik hoop dat het weer een leuke week wordt. Ik denk het wel. Vast wel. Deze week zijn trouwens de eerste rondes weer begonnen. Van muziek en musical theater. En dat is wel gek. Dus er lopen weer deze week. Lopen er allemaal auditanten op school. En dat is wel gek of zo, want een jaar geleden moest ik dat nog doen en nu niet. En dat voelt gewoon een beetje gek. Het wordt vast weer een leuke week. Dus ja, ik ga lekker slapen. En ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hallo allemaal, wij zijn Bjorn en Dirk van de vlogs van Pamela. En het is vandaag bonusdag, dus de dag na zondag. Dus eigenlijk heeft ze net de vlog afgesloten, maar nu zijn we er alsnog. Sorry. Een week geleden, zijn we dus een heel erg spannend avontuur hebben we beleefd. En dat hebben we gevlogd. Ja. En het is de spookvlog. En het is op een hele enge zolder. En het is eigenlijk heel anders dan wat Pamela normaal gesproken doet. Ja. Maar het is wel heel erg leuk geworden. En eerst wou ze het eigenlijk niet laten zien. Maar omdat wij zeg maar echt al 2 weken aan het aandringen zijn, of ze het wel laat zien. Laat ons nu dit filmen en wil ze het alsnog in de vlog zetten. Dus klik op het linkje
in de beschrijving. Op mijn voorhoofd ook. En klik op de link. Ja. Dan kan je hem zien. Het hoeft niet, maar het mag wel. En het kan en het is hartstikke leuk. Dus doe het. Doe het gewoon. Ja, ja, doe maar. Oké, top, joe. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Linkje in de beschrijving. Ah. En in de endcard kan je er ook op klikken. Dus klik er maar op. Het slaat nergens op, maar het is een hele leuke video en we hebben er hard aan heel gewerkt. Leuk geworden. Het is heel hard. Best een beetje spannend, maar ook wel gewoon heel grappig. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ga kijken. Ja! Joe. We zijn nu bij mij op mijn kamer, zeg maar. En ik leef dus in... Ja, ik woon dus zeg maar in een heel oud kloostergebouw. Boven zit wel echt een super enge zolder. En daar. Nee, doe normaal. Dat trappetje. Hier heb je een briefje. Ik kan echt niet. Is dat wat zich voor de spiegel scharneert? Maar wat is die deur daarachter ook? Ik zweer het, ik ben weg hier, hè. Ik word gewoon bang van mijn eigen echo. Hebben we genoeg footage? Ja, maar echt. Kunnen we gaan? Zullen we gaan?